gehouden dat er een harddraver vrijgehouden wordt? Nou, wat ik van overlevering gehoord heb, maar ik woon hier zelf nog maar 10 jaar, moet hier ongeveer een 30 jaar geleden op de Krugelaan ook kortebaandraverij gehouden zijn. Ah. En het is dan ook zo dat de overlevering zegt en de gemeentearchieven zeggen dat Guus Knijnenburg, die vandaag hier ook aanwezig is met een tweetal paarden, toen die draverij ook heeft gewonnen met het paard Omerijke. Juist. Wat is eigenlijk de achtergrond geweest dat men toch deze harddraverij nu weer op stapel gezet heeft? Nou, het is een initiatief dus van mezelf. Met een aantal enthousiaste figuren hier van Gouda en de omgeving. Ik heb zelf verschillende functies als hobby in deze drafsport. Vandaar dat ik het ook graag in Gouda wil introduceren. Juist. Hoe komt u aan al deze harddravers? Ik bedoel, u moet toch wel een hele hoop mensen benaderd hebben dat ze mee kunnen doen in deze harddraverij. Nou, dat is dus de organisatie van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport die deze zaken dan dus verder organiseert. Het is een officiële zaak hier zo, met ook een officiële totalisator, dat weet u. Nou, dat is dus verder allemaal georganiseerd. Die paarden zijn geregistreerd bij de Nederlandse Draf- en Rensport. Van tevoren wordt in de mededelingenbladen daar dus over kennis gegeven wat de prijzen zullen zijn. En er was zoveel belangstelling voor Gouda met 58 inschrijvingen dat er dus 28 paarden hebben moeten teleurstellen. Kijk eens aan, dus in deze sport is dus in Nederland, mag ik het algemeen wel stellen, toch nog wel erg veel belangstelling voor. Op dit ogenblik is de korte baansport in Nederland heel erg populair. Het is een sport die ook in opgang is. Laten we zeggen in tegenstelling met de lange baan, waarop de totalisator omzetten vandaag de dag als gevolg van de conjunctuur aan het dalen zijn, zijn die bij de korte baansport sterk in opkomst. Juist. Hoe laat begint deze draverij? De draverij begint om 2:00 en wij schatten dat wij klaar zullen zijn 6:30, 7:15. Windscoreformulier. U moet in eerste instantie aankruisen. Hoe oud bent u als ik vragen mag? 86. En hoe lang zit u al in de paarden, als ik het zo mag zeggen? Nou, dat was een jongetje van een jaar of 6 op. Zo, dat is een hele leeftijd dan, hè? Dat betekent dat u 77 jaar lang in de paarden zit. Ja, ja, ja. Hebt u deze harddraverij hier in Gouda vroeger ook meegemaakt? Dat is in de Krugelaan. Dat was toen in de Krugelaan. Nou, we hopen dat het weer net zo succes zal worden als dat het vroeger geweest is. Ik wens u een genoeglijke middag. Ik heb in de krant gelezen en gewoon dat die nog vroeger daar gereden had. Weet je niet hoe die man heet er nou? Meneer Konijnenburg soms. Juist. Dat dacht ik al. Ja. Veel succes. En dames en heren, de juiste tijd is 2:30. Nee hoor, zit er goed uit die paarden. Wilt u hiermee een beetje spoed betrachten? En de reclame er een beetje. Ja, daar gaat het toch om, Kees? Daar gaat het toch om? Nou, het bekende spel winnen en plaatsen. In deze eerste omloop met 30 deelnemers kunt u op de definitieve uitslag van de korte baandraverij spelen. Winnen. En dames en heren, de rijder De Leeuw, die blijft achter nummer 10, Trea Westfrisia. Rijdt 2 paarden, doch blijft achter nummer 10, Trea Westfrisia. Meeloopt. Klopt dat? Inderdaad. Hoeveel kans geeft u dat paard? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja? Ja. Wat is de naam van het paard, als ik vragen mag? En een verzoek aan de deelnemers. Speelt u momenteel niet meer van voorrijden. Ja, gelukkig, maar de bedoeling is om de baan nog een keer. Ik ga nu opkomen naam. Ja, ik weet wel, maar nou, laten we hopen dat hij veel wint. Ja? Zullen het hopen, maar ja, hij moet tegen de favoriet, dus het is heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Ja. Dank u wel. Ja. Omloop. Dit betekent dat u van iedere rit
de door u verwachte winnaar aan moet kruisen. Ik raad u aan. Vanwege het middenstuk en de samenleving. Deze beide heren zijn op stand. Krijgt de baan die nog start is gegaan en de witte vlag. Dat wil zeggen dat het paard is uitgeschakeld. Hier of voor uw kind. Dus wees alsjeblieft voorzichtig en hou de kinderen en de honden en liefst ook uzelf achter de hek. Dank u, finish. Wel, dames en heren, en dan lopen als eerste en tweede de Voland F. En de Voland F zal lopen voor de bekende Hopmannenbroed. Dat wil zeggen, de handel in onroerend goed hier in de omgeving van Gouda zeer zeker bekend. Het paard van El Fortuna zal lopen voor Groenendijk Installatiebedrijven BV in Haastrecht. Naar de start. En dames en heren, dan wil ik u nog wijzen op ons restaurant gebeuren, wat hier langs de gehele baan aanwezig is. Nee, wat heb je? Allemaal niet, één win. John, hallo. Juist. Straks iets kan je weer, hè? Eén win. En nog een opgang. Ja. Ik ben net een spreekbuis. Ik geef de orders wel door, hoor. Maar ik breng het ook naar boven. Ja, ja, ik leg het even op. Ja, die te brengen naar boven. Oh, kijk dan. Oh. Deze rit werd weer gewonnen door nummer 7, Tiddelo Dier. Als zijn kop erop zet. In de volgende omloop, nummer 9. Toen en partij. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Dit feest gaat niet door. Ik ben af.
Daar gaan we allemaal. Deze rit werd gewonnen door nummer 11, Top van Hanegem. Hou je mond. Daar komt ie. En ik heb zojuist de nationale kampioen Aad Polsa genoemd, om toch deze man nogmaals te noemen, want die Guus Kneijnenburg die nu met een krant start, met het, nou mag wel zeggen, geluksnummer 13, dat is namelijk de rijder van het winnende paard in de derby die op 7 augustus op Duindicht is verreden. Guus Kneijnenburg met White Shadow, die won voor zijn eigenaar in deze draverij een bedrag van bijna 100.000 gulden. Dat is gauw verdiend in 3 minuten, 100.000 gulden voor zijn eigenaar. Bovendien, afgelopen zondagmiddag op de baan Angen in Parijs, was hij met hetzelfde paard tweede in een recordtijd voor een Nederlandse driejarige van 1.16.3. 1, 2, 3, af. Dat is hij hoor. Tennis, squash en al wat iets meer zij en buitengewoon goed restaurant. Wij maken nu een patent. Ik bedoel dat dit bedrijf hier hedenmiddag bonnen langs de lijn weggeeft, waarbij 2 drankjes voor 1 prijs zijn vanavond tussen 8 uur en 9:30. Op naar Gouwen in. Zijn 1, 2, 3, af. Nog eenmaal de betekenis van het zwaaien met die vlaggen. Bij een geldige start zwaait de starter met de rode vlag. Dit signaal wordt overgenomen door de man in het midden en ook door de man die aan het eindstek staat, de keurmeester aan het eindstek. Wordt een paard uitgeschakeld om wat voor reden dan ook, kan door de starter, kan door de man op middenstek of de man door het eindstek, dan krijgt de betreffende baan de witte vlag. Een witte vlag wil dus zeggen dat het paard is uitgeschakeld. Bij een rode vlag is goed. Zijn de paarden door de finish, dan zwaait de keurmeester aan het eindstek weer terug met de vlag in de baan van de winnaar. Kunnen we uitgeschakeld, dat heeft u waarschijnlijk al geconstateerd. Paarden mogen niet te veel galopperen. Niet. Paarden Urgit en Toby S. gereed houden. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af. Jongen, jongen. Thank you.
zit het, joh? Het is de mij niet. Heb u geen paard hier lopen? Nee. Nee? Die zoon, joh. Oh, uw zoon. Oh, en dan weet u hoe het paard heet? Ja, dat is een rare naam. Ja. Dat is een rare naam. Oh. Engelse naam. Klaarmaken op uw plaatsen. 1, 2, 3, af. Ja, ik hoor je wel. De bus? Ja, maar doe je dat? Doe je haarstukje even op. Denk gisteren nog bij jou omroep. Heb je al wat gewonnen? Deze kamprit werd gewonnen. Nummer 21, upstart signaal. Nummer 23, Ulan Rodney. Op 300 meter door de rechterbaan. En nummer 100 door het aannemersbedrijf van Houwelingen uit Stolwijk. Unitas Vallei van Wijk & Co. Assurances. Ik raak hier zo'n beetje. Klaarmaken op uw plaatsen. 1, 2, 3, af. Deze kamprit werd gewonnen door nummer 30, Reus de Laren. Dames en heren, lang gewacht, toch gekomen. De rit tussen nummer 19, Urgit, op 305 meter door de rechterbaan. En nummer 20, Toby S, op 300 meter. En het paard Toby S loopt voor de valse ijsbaan. Deze rit werd gewonnen door nummer 20, Toby S. Beide deelnemers één keer gewonnen, een kamprit. De paarden komen weer terug en dan Urgit weer door de rechterbaan. Dan komen ze weer, hoor. Die andere rit. Je ziet helemaal niks. Nee, natuurlijk zie je niks. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat ding dat draait gewoon nog. Ja? Ja, te wachten. Ja? Ja? Want dan sturen we die. Nou, het is dat ik mijn zwerde broek aan heb. Ja. Dan zal ik, nee, anders heb ik helemaal geen moeite mee, hoor. Zal ik erin gaan zitten? Ja, anders is het wel een lekkere afkoeling. Droog ze zelf weer, joh. Dat is waar, maar ja, dat zijn spieren gek geworden. Gedragen. Dat heeft gedragen hier. Ik noem altijd gedragen. Ja, dat is zo stil. Is het jouw paard? Weet ik wel, ik kom net hoor. Ja, dat zal wel zijn. Ik heb er wel weer gekeken, man. Ik heb het helemaal niet gevolgd. Ik heb onze sponsor.
Wat komt even bij? Even lachen. Hou je de papier? Rick. Gelukkig dag. Mooi zo. Motel Tiffany. Uw naam? Van Ardenne. Mevrouw Van Ardenne, u woont hier op de Groene Prinsessingel? Ik woon hier op de Groene Prinsessingel, ja. En hoe vindt u het nou? Dat dat zo... Reuze gezellig. Ja, erg gezellig. Het is natuurlijk ook mooi weer, hè? Ja, maar toch even wel gezellig. De sfeer en alles. Hè? Ja. U heeft het zich hier bijzonder gemakkelijk gemaakt. Heerlijk, stoeltje, tafeltjes ja. Buiten. We zijn heerlijk buiten gezeten. We zijn heerlijk buiten gezeten, ja. Thee drinken en alles, een frisdrank. Het is geweldig en wel zin hier. Geen last ervan, hè? Helemaal geen last, nee hoor. Geen problemen. De draverijen worden thuis verzorgd in Gouden. Ik was eerst bang voor mijn mooie grasveldje, maar er is niets gebeurd. Dacht u dat ze daar doorheen zouden gaan? Ja, daar waren we erg bang voor. Als het soms heel druk zou zijn, dat soms alles mensen daarin zouden gaan staan of zoiets. Ja. Ook dacht dat u bang was dat de paarden gingen grazen nee, of zo? Nee, daar waren we niet bang voor. We waren meer bang soms voor de mensen. Eventueel, weet je wel. Maar het is meer reuze meegevallen. Fijn, nou dan wens ik u nog heel veel genoegen. Graag gedaan. U heeft nog meegewerkt? Ja, ik heb nog meegedaan met de toto. Ik heb er wel helemaal geen verstand van. Maar ik had er nog 8 goed en 7 fout van de eerste omloop. Het is te gek. Ja. En nummer 17 heb ik gezet als hoofdwinnaar. Dat was Harnie Buitenzorg. Dan moeten ze dat vanavond dus maar eens vanavond moet bekijken. Harnie Buitenzorg nummer 1 zijn. Nou, ik zal eens met hem praten. En dan met gaan we een paard en zijn oortjes fluisteren of ze zijn best wel doen. Ja, maar dankjewel. Het is 30 jaar weer die draverijen in Gouda. We gaan zo meteen nog even kijken wat de trainers ervan vinden. Hoe deze paarden hier lopen en nou ja, de paarden zelf kunnen we niet vragen natuurlijk. Maar kijken wat zij ervan vinden van deze ambiance hier in Gouda. Bij een van de trainers en niet zomaar een van de allerbekendste in Nederland. Ja zeker, u mag wel een gezicht trekken, maar het is echt waar. Ik wilde u graag wat vragen stellen over de paarden en over het trainen. Hoe oud is een paard voordat hij kan gaan trainen en gaan lopen? Een paard gaat als 1,5-jarige naar de jaarlingenshow, dan worden ze gekeurd. Als ze botrijp zijn, dan beginnen ze gelijk, worden ze beleerd. Krijgen een tuig op, gaan achterlopen, een week of 6 en dan gaan ze voor de kar. Dus ja, als 2-jarige gaan ze al koersen, de helft van het jaar, juni. Ongeveer, dan beginnen de eerste 2 jaar koers. Het is speciaal de zomer hè, dat ze rijden. Nou, ook 's winters hoor. Ja. Want 2-jarigen beginnen nu in juni. Ze lopen nu al en ze lopen in november nog. Welke kwaliteiten moet zo'n paard nou hebben? Ja, welke kwaliteiten? Sterke benen. Dat is de hoofdzaak. Goed snel longen en een goed karakter. En ze moeten natuurlijk wel vlug weg kunnen zijn. Ja, maar je hebt ook op een lange baan natuurlijk een langere afstand. Dan hoeven ze niet zo snel weg, dan moeten ze hard binnenkomen. Ja. Hoe vindt u het nou hier in Gouda? Mooi, mooi. Een hoop mensen en dat is aantrekkelijk, leuk. En de baan? De baan is goed. De baan is goed. Ja? Een beetje smal, maar dat valt wel mee. We zijn wel wat gewend. Ja, is er nog ergens wel smaller, zo minder entourage? Ja, in Enkhuizen is ook een heel smal baantje. En dan kom je op het laatste stuk bij de uitloop, zo gezegd door de finish heen, kom je bij een brug en dan kan er maar één overheen. He, dat is de eerste wind. U moet zo meteen weer gaan rijden. Ja. Wens ik u veel succes. Dank u wel. Ja. Ja. Laten we zo meteen rijden. Wat we nu gaan doen is praten met de Gouda's burgemeester, burgemeester Broekens. Erg leuk dat u hier bent, burgemeester. Mm-hmm. U heeft daar belangstelling voor die draverijen? Ja, maar dat spreekt vanzelf. We hebben er ook in de voorbereidingstijd nogal wat mee te doen gehad. En dan wil je natuurlijk ook even kijken hoe het nou gaat gebeuren. Maar op zichzelf, het is een sport, een tak van sport die weer nieuw is. En ik denk dat het leuk is voor de mensen om er naar te kijken. Ik vind het ook leuk als sportief gebeuren. Ja, hij is niet helemaal nieuw natuurlijk. En voor onze tijd in Gouda, zoals voor u als voor mijn tijd in Gouda, was hij hier. Want 30 jaar geleden is de laatste korte baandraverij gehouden. Ja, maar laat ik dan zeggen, de generatie van nu is toch niet meer gewend aan de korte baan. Dat wordt de laatste tijd weer veel meer populair. Ja. Hè? Op de grotere rondebanen heb je natuurlijk erg veel draverijen. Maar dat is hier niet zo dicht naast de deur. Dus het is eigenlijk wel leuk. Voor Gouda, maar ook voor de mensen hier in de hele regio, dat we dat hier nu kunnen hebben. Ja, u bent dus wel gelukkig dat het uiteindelijk na veel moeilijkheden toch door is gegaan. Ja, dat is ook zo, maar we hebben van tevoren altijd al gezegd dat we het leuk vonden. Maar men moet goed van elkaar weten wat er voor nodig is. En de voorbereidingstijd was eigenlijk te kort. En er was bovendien vakantie, dus niet iedereen wist precies wat er voor nodig was. Er waren een aantal misverstanden en onder die omstandigheden kon je het niet laten doorgaan. Maar dat is natuurlijk vrij snel de wereld uitgeholpen. En ik denk dat iedereen nu wel happy is dat het op deze manier en op deze plaats hier, want ik dacht dat het hier een hele goede plaats is, toch kon doorgaan.
Ja, u ziet het volgend jaar ook wel zitten dan? Oh ja, we moeten natuurlijk eens horen hoe de ervaringen zijn. Maar voor zover ik nu mijn oren heb te luisteren gelegd, is iedereen tevreden en gelukkig. En ik denk dat het publiek het ook wel op prijs stelt. Dat zeer zeker. Ja, ja, nou, dan zal het met een beetje goede wil ook wel weer lukken. Ik vind het een aardig initiatief en dat moet een traditie gaan worden. Daar zijn we het helemaal mee eens, burgemeester. Goed zo. Tegen het zand. Ja, je hebt weinig. Een beetje de beer uit halen, dat is wel gezellig. Het is even lang droog. Ik heb deze rit werd gewonnen door nummer 5, Ultra Regina. Ik heb mijn kamer al heel lang. Deze kampvriend werd gewonnen door links. Postellen. Ik ben dus Van Dijk, verantwoordelijk voor het organisatiegebeuren hier op de baan in Gouda. Juist. Zou je daar iets van kunnen vertellen? Ik bedoel, hoe gaat dat wedden op paarden? Nou, het is een vrij simpel systeem. We hebben dus een aantal paarden, in dit geval 30. Die lopen 2 en 2 tegen elkaar. Daar gaat de winnaar van die twee gaat over naar de volgende omloop. Maar nog een blokje. Als het ware een afvalrace. Waar aan het eind dus op een gegeven moment uitgemaakt wordt, daar gaan we dus de winnaars uit bepalen. Juist. Je kunt daarop spelen. Op iedere ren kunnen we spelen? Iedere ren, omloop zoals wij dat dan noemen. Ja, omloop. En daar speelt u dus op winnend. Dat is dus het paard dat dus uiteindelijk als winnaar wordt aangemerkt. Je kunt daar plaatsen op spelen. Dat is afhankelijk van het aantal paarden dat start, betalen we dus uit. Dat wil dus zeggen dat wanneer 8 of meer paarden starten, dan betalen we 3 plaatsen uit. Dus de eerste 3 juist. Aankomende paarden. Zijn het 7 of minder paarden, dan betalen we 2 paarden uit. Juist, juist. Daarnaast hebben we nog winscore. Juist. En de totale winnaar van de hele 2 omlopen, is daar ook op te wedden nog? U kunt niet anders wedden dan op de totale winnaar. Oh, op de totale winnaar van alle paarden? Alle paarden, ja. Juist. Kunt u ongeveer een schatting geven wat bij zo'n weddenschap hier zo in Gouden, bij zo'n draverij, wat er omgezet wordt aan geld? Nou, we zitten, ik denk dat we zo omstreeks de 20.000 gulden komen. Dat is dus voor de eerste keer dat wij hier zijn. Na 30 jaar is dat helemaal geen slecht resultaat. Nee, nee, nee. We zien dat we dus wel eens begonnen zijn met 4.000 en 5.000 gulden voor een eerste korte baan die ergens wordt. Zo, zo. Dus dan mag dat nu niet eens mopperen, zou ik zeggen. Huh? Dus de lust voor het gokken van de mensen blijft er nog blijft steeds in zitten. Toch nog bestaan, ja. Ik dank u vriendelijk met het inzetten. Tot ziens hoor. Dag. Rechterbaan. En nummer 8, een kruis op 310 meter links. Tot Van Aardigem en Thierry Buitendorp gereed houden. De macht is mooi. Ja. Ik kom al 50 jaar op die korte banen. Zo. Maar hier in Gouda is dit weer voor het eerst sinds jaren. Ja, 30 jaar geleden was hier ook een korte baan. Ja, ja. Na verloop van 30 jaar weer een korte baan. Maar u gaat de afgelopen jaren wel naar draverijen en andere plaatsen toe? Ja, aanstaande maandag zit in Horen. Kijk eens aan. Zo, dan reist u heel wat af, hè? En dan Skagen, Purmerend, Enkhuizen, Medeblik. En Zand, dat is de laatste.
En gok je ook wel eens op de paarden? Ja, 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 en verdien er ook wat. Ja, ja, zeker. Anders dan kom ik er niet. Nee, nou, niet al veel succes. Ja, dank u. Wat is jouw indruk geweest van deze draverij die we vanmiddag hier gehad hebben? Nou, ik mag beginnen met een verwondering uit te spreken dat er zoveel publiek gekomen is. Inderdaad. Het weer hebben we natuurlijk aan alle kanten meegehad. Dat zal er zeker toe bijgedragen hebben aan deze belangstelling. De medewerking was van alle zijden na de moeilijkheden die we in de beginfase hebben gehad grandioos nu. Ik hoop dat dat vanavond met het afbreken ook nog zo is. Ja, inderdaad. Ja, als jullie willen hebben een winnaar. Ja, een winnaar. Dan zie ik Vierie Buitenzorg deze korte baan winnen. Maar gaat hem niet spelen, want het is niet op zeker. Okay. Maar hij is voor mij favoriet. En verder hoop ik dat het volgend jaar weer georganiseerd zal worden. Met iets minder moeilijkheden. En misschien nog wel dat dan de kleine foutjes die nu gemaakt zijn, de kinderziektes, eruit zijn. Nou, we hebben een klein gesprek gehad met de burgemeester en die heeft min of meer al toegezegd dat hij volgend jaar inderdaad wel zijn medewerking wil verlenen. Maar laten we vanavond maar eens kijken wie de werkelijke winnaar is geworden. Ja. Arie, bedankt en tot ziens.